Goedemorgen. U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Boven het oosten van het land zien we wat bewolking hangen. Bovendien zit er onder die bewolking op sommige plaatsen mist en die kan hardnekkig zijn. In het westen schijnt de zon volop. Temperaturen liggen in de ochtend op zo'n 8 graden. In hardnekkige mistgebieden blijft het overigens wat kouder. Er staat weinig wind. Vanmiddag lost de mist ook in het noordoosten geleidelijk aan op. Misschien breekt ook daar dan de zon even door. Naar het westen toe is er veel meer ruimte voor de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. En nogmaals, in hardnekkige mistgebieden blijft het kwik iets achter. Vanavond zien we wat meer sluierwolken in het zuidwesten. In het noordoosten wat opklaringen. En temperaturen liggen dan rond een graad of 8. Met nog altijd een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Die wind neemt morgen toe bij zena naar vrij krachtig windkracht 5. Van het zuidwesten uit raakt het bewolkt en volgt ook regen. Maar die regen haalt het noordoosten pas in de avond. 11 graden gemiddeld met een temperatuur die we ook zaterdag hebben. Dan een kleine kans op een beetje zon in het noordoosten, maar verder is het een tamelijk regenachtige dag en ook zondag hebben we nog vaak bewolking en perioden met regen. Maandag wordt het op veel plaatsen steeds droger, de neerslagkans neemt vlot af, er komt wat meer zon en dan is de graad of 10. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.